deze video voor 3 dagen lang extra geluk. Mijn naam is Dutch Tuber en ik hou van koekjes, chocolade en snacks. Alleen, ze moeten niet te duur zijn, want dat is natuurlijk vervelend. Dit hier zijn Double Stuff Oreo's. Oreo's met 2 keer zoveel cream. Maar deze kost ongeveer een euro. Laten we zeggen ongeveer een eurotje. En dat is mooi. En dat is een redelijke prijs voor een rol met koekjes. Maar wat zou nou eigenlijk de allerduurste Oreo ter wereld zijn? 5 euro? Nee. 10 euro voor een koekje. Nee. 20. Of is dat te hoog gegrepen? Nee, meer. 50 euro. Doe gek. 50. Nee, je gaat me niet vertellen dat. Echt waar? Ik heb hier maar liefst 100 euro aan Oreo koekjes. Dit, dames en heren, zijn de Supreme Oreo's. Supreme is een merk wat kleding produceert, voor zover ik weet, die best wel duur is. Joop, maar waarom is het duur dan? Er staat Supreme op. Daarom is het duur. Weet je, ik ben niet echt een fan van per se merkkleding. De reden daartoe is heel simpel. Je betaalt voor de kleding meer dan voor andere kleding. Simpelweg omdat er een embleem op staat. Eigenlijk betaal je gewoon voor de marketing van het merk. Het merk krijgt een hoop geld. Kan nog groter worden. Kan nog meer vragen voor een shirt. Simpelweg omdat er kaas op staat. Staat er geen kaas op, is het 5 euro. Wel kaas, 500. Welkom in het leven van merkkleding. Deze Oreo's hebben serieus 100 euro gekost. Maar dat heb ik er niet voor betaald, want ik ben niet gek. Ik ben wel gek, maar ik heb het er niet voor betaald. Een vriend van mij heeft deze via weten te bemachtigen en is vriendelijk genoeg geweest om mij er ook een te geven. Hij heeft echt gewoon 3 of 4. Maar in deze challenge beginnen we casual. Met de 1 euro. Nou, eigenlijk waren ze 2 euro. Ik ga eerlijk zijn, ze waren 2 euro. Maar de normale Oreo's zijn 1 euro. In ieder geval, double stuff. Nou, nogmaals, ik heb het net ook al aangegeven. Dit zijn dus eigenlijk de Oreo koekjes zoals we die kennen. Alleen dan met 2 keer zoveel cream. 2 keer zoveel cream, 2 keer zoveel plezier. En 2 keer zo kort leven, waarschijnlijk. Is die zo heel gezond, hè? Nou, we zijn hier niet om te praten over gezondheid. We zijn hier om zometeen, en ik schaam me serieus een beetje, 100 euro koekjes te eten van Oreo. Oreo Supreme. Supreme Oreo. Maakt me niet uit hoe je dit noemt. Het is duur. De double cream. Ik ga ze allemaal cijfers geven. Let's go. Oké. Ik moet zeggen, dat is echt een ding bij mij. Wanneer ik Oreo's eet, dan moet ik melk hebben. Iets in mijn lichaam stuurt signalen naar mijn hersenen. Melk, melk, melk. Dat is gewoon een beetje, you need that. Je dipt het erin en dan... Amazing. Dit is trouwens geen promotie. Ik heb deze Oreo's zelf moeten halen. Het is een schande. Mijn all-time favorite koekjes, mijn all-time favorite Oreo's, zijn wel degene met een laagje chocolade eroverheen. Ik geef deze een 6,5. Ik bedoel, ze zijn amazing. Alleen de hoeveelheid cream in combinatie met het dunne koekje, beetje te veel. We zijn er nog niet, maar het gaat de goede kant op. Oreo Brownie. Dit zijn smaken die ik geloof ik allemaal wel eens een keer heb geproefd. Maar ik kan me niet meer exact herinneren hoe en wat. Oh my gosh. Dit ruikt naar een keuken waar iemand is die wel kan koken. Ik ben daar niet. Nou, hier zit dus ook niet echt een soort van cream in, maar eerder een soort van chocolade. En dat is logisch, want het is een brownie koekje. Wauw, ik heb deze echt perfect door de middel. Wellicht is het een schande, maar ik ga hem gewoon zo eten. Let's go. Ik ben echt een chocoladelover. En de smaak is chocolatey. Alleen het ding is, bij Oreo's heb ik altijd de verwachting van de cream smaak. En als die er dus niet is, dan is er gewoon een soort van shutdown in mijn hoofd. Niks snapt het meer. Maar ik moet eerlijk zijn, vaak bij koekjes die je niet veel eet, moet je de smaak gewoon leren kennen. En dat doe je door er meer van te eten. Oké dan. Er is er geen jarig. Maar toch heb ik Oreo's? Maar toch heb ik Oreo's? Dat kun je wel zien. Ik ben gek. Dit zijn de birthday party Oreo's. Bijvoorbeeld voor iemand die jarig is. Of iemand die zichzelf niet in bedwang heeft zoals ik. Oeh, wacht, voor ik het vergeet. Brownie krijgt van mij een 7. Ik bedoel, ik zei het al, er zit geen cream in. En ik heb wel altijd de verwachting dat er een soort van cream smaak gaat zijn bij Oreo. Maar een 7, ik bedoel het chocolade. Nu de verjaardag. Nou, hier zit dus als het goed is wel weer cream in. En oh my gosh. Cream met sprinkles. Ik hou serieus van alle vreemde Oreo smaken. Ik heb zelfs op het internet gezien laatst, dat er een soort van peanut butter jelly combinatie is. Bij genoeg likes probeer ik nog meer zeldzame Oreo smaken te bemachtigen. Alleen letterlijk, er bestaan geen duurdere smaken. Is het überhaupt een smaak? Er bestaan geen duurdere Oreo's dan die van Supreme. Dus dit is wel echt even een exclusief dingetje. Oké, let's go. Oeh. Ik heb deze denk ik een keer gegeten, maar dat is lang geleden. Mm. Het smaakt letterlijk naar de normale Oreo. Alleen je hebt een soort van extra crunch, een extra sweetness van dus alle sprinkles die ik net niet zie. Hier kan ik wel aan wennen. Zie het als een Oreo koekje die zich 's ochtends heeft ingesmeerd met Disco de beste uitleg ooit. Oké, ik ben echt te excited. Ik ben serieus. Voor koekjes? Ben ik veel te enthousiast. Nou, ik vind op zich dat dat wel mag. Ik heb niet echt een vaste prijs kunnen vinden waarvoor deze koekjes verkocht worden op het internet. Maar ik heb wel gezien dat ze op sommige websites zoals eBay voor 100 euro worden verkocht. Hoe ga je dat aan iemand uitleggen? Weet je wel, je koopt een cadeautje voor jezelf. Of je koopt een cadeautje voor een ander. Dan kom je met dit aan. Ja, maar dat was 100 euro voor koekjes. Het ding is, er zitten er 3 in. Dat is 33 euro per koekje. Wauw, ik kan rekenen. Ik ga er denk ik 1 eten. Ik ga er 1 bewaren voor mijn oma. Dit moet ze meegemaakt hebben. Ik ga er 1 weggeven. Mag dat? Kan ik dat doen? Ik bedoel, het is wel uit de verpakking. Nou, wat ik kan doen, die dude die mij dit heeft gegeven, heeft dus nog 2 of 3 van die pakketjes. Hij heeft er zelf echt al 2 gegeten of zo. Hij heeft 200 euro aan Oreo's in zijn maag. Misschien als ik heel lief ben,
dat ik er nog één van hem kan krijgen. En dan kan ik die giveaway in één van de andere video's. Wil je daar kans op maken? Nu al. Like, abonneer en spam in de comments jouw favoriete soort eten is. Koekje, snack, wat dan ook. Oké, ik heb veel te veel gepraat. Dat komt omdat ik eigenlijk gewoon bang ben om de verpakking te openen. Maar soms moet je risico's nemen in het leven. Nu is het al geen 100 euro meer waard. Dit is trouwens niet een soort van door iemand gemaakt product. Dit is daadwerkelijk van het Oreo-merk in samenwerking met Supreme. 3, 2, 1. Wat? Oké, laat me dit wel zeggen. Aan deze kant staat Oreo. Aan deze kant staat Supreme. En dit is echt het allergaafste koekje wat ik ooit heb gezien. Dat rijmt. Neem maar like, no joke. Deze rode kleur is echt sick. Maar ik weet het, we kunnen blijven praten en praten. Maar aan het einde van de dag gaat het om de smaak. Oh ja, ik heb trouwens nog een cijfer gegeven voor de verjaardag. Oreo. 7,5. De 100 euro Oreo van Supreme. Let's go. Ja, het smaakt letterlijk naar een normale Oreo. Ik denk dat ik het al snap. Het is letterlijk een normale Oreo. Het heeft dezelfde cream, het heeft dezelfde koekjes. Het heeft alleen een andere kleurstof. Een 100 euro kleurstof. Dit komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer als wat ik vertelde over bepaalde kleding. Ik bedoel, ik snap best dat hele dure kleding ook van goede kwaliteit zal zijn. Maar ik geloof niet dat die prijs zo sky high is vanwege de goede kwaliteit. Het is letterlijk, net zoals bij deze koekjes, omdat er iets op staat. Oh my gosh, neem mijn geld. Ja, het is onlogisch. Mensen zijn onlogisch. Maar iedereen moet lekker doen waar hij zichzelf goed bij voelt. Zoals ik, die een koekje van 33 euro op mijn bank eet. Ik ben ook echt zo iemand die dit gaat doen. Oké? Dat was 5 euro. Oké? Dat was weer 5 euro. Ik heb er dus nog 2 over. Ik ben sowieso van plan om er eentje aan mijn oma te geven. De ander, laat in de comments weten wat ik daarmee moet doen. Moet ik hem inlijsten? Moet ik hem naar een museum brengen? Moet ik hem op mijn shirt plakken? Zodat ik kan flexen met mijn Oreo Supreme shirt. Maar nu het cijfer. Ja, sorry, maar ik ga hem gewoon een 7 geven. Ik bedoel, ik geef puur een cijfer voor de smaak. Al betekent dat wel dat de 100 euro Oreo heeft verloren van de 1 euro Oreo. Oh my gosh. Maar het was nice. You know, it was an experience. Ik denk dat dit soort dingen, die wil je gewoon meegemaakt hebben. Als je een idioot bent zoals ik. Ik heb trouwens laatst een grappige app gevonden. Een van de dingen die ik amazing vind is het maken van skins. En of het nou in Roblox is, of in Minecraft, of in Mangas. En ik kreeg deze app dus doorgestuurd en schijnbaar kun je hier je eigen skin maken. Leuk om nog even te doen. En we mogen eerst een achtergrondje kiezen. Wat gaat dat worden? Oeh, nee, deze portal dingen. Oké, nu mogen we een speler kiezen. Nou, ik ga denk ik een imposter maken, dus ik ben rood. Een kostuum. Oh, snap. Ik neem een jurkje. Een imposter in een jurk. Nee. Ik neem een onderbroek met hartjes. Hé, dat is badass. Zo verwachten ze niet dat ik het ben. Ik ben een imposter. Ik mag een hoed kiezen. Ik kan een banaan doen. Stukje kaas. Een imposter in zijn onderbroek met een stukje kaas op zijn hoofd. Ik ben tevreden. Oeh, een pet. Oh, er zijn er zoveel. Ik neem gewoon een mini-imposter. Dit is een cute duo. Ook dit spel heb ik doorgestuurd gekregen. Het is een soort van Fall Guys. Maar dan op je telefoon. Ik zie eruit als een pure nachtmerrie. Oh my gosh, dit wordt lastig. Oké, wat moet ik doen? Ik vind het zo naar als ik een spelletje speel voor de eerste keer en ik weet nog niet hoe het werkt. Oké, wacht. Ik ben dus die gele dude. Ik ren alsof ik in mijn broek heb geplast. En dat is prima, want iedereen kan het eens een keer overkomen. Oh my gosh, ik sta vooraan. Oh my gosh, ik sta letterlijk vooraan. Dit is het engste wat ik ooit heb meegemaakt naast die keer dat mijn wiskundeleraar zei: hey, kun je nog even blijven zitten na de les? Oké, let's go. I am going to do this. Oeh. Hey, wacht even, man. Ik sta weer vooraan. Als ik dit ga winnen de eerste keer dat ik het speel, echt waar, dan eet ik nog een Supreme Oreo. Nee, grapje, dat doe ik niet. Dat kan ik niet maken. Ik bedoel, ik moet andere mensen de experience ook gunnen. Al is die experience helemaal niet zo speciaal. Want ik heb het net al gezegd, het smaakt eigenlijk helemaal niet heel nice. Of ja, dat bedoel ik. Beledigde experience nooit. Ik ben letterlijk gepakt daardoor. Nee, come on now, man. I need to win this. Oké, misschien ga ik het nog winnen. Zoals ze zeggen in het leven is het vallen en opstaan. Ik viel net en ik stond op. En daarna maakte ik een broodje. Oh my gosh, ik was bijna eerste. Oh, nu ga ik geen eerste meer zijn, of wel soms. Of nee, wacht, dat maakt op zich niet uit, want ik heb het in ieder geval gehaald. Altijd leuk om te zien hoe andere mensen strijden voor hun leven. Terwijl jij zo lekker achterover zit, met bijvoorbeeld een Oreo-koekje erbij. Het is gemeen, maar het is de werkelijkheid, oké? Moet ik vaker dit soort gekke apps proberen? Laat het in de comments weten. Oh my gosh, wat gaat er gebeuren? Oké, dit is denk ik zo'n game waarbij je moet proberen om niet geraakt te worden. Oh my gosh, daar gaan we al. Oké, wacht. Hier moet ik stilstaan, of niet? Ja, hier moet ik stilstaan. Bij deze moet ik ook stilstaan. En alleen bij deze moet ik springen. Oké, I feel it. Er zijn al 2 mensen eliminated. Er zijn al 2 mensen af. Oeh, snap. Geen probleem. Ik leef nog. Ik ben geel en ik leef nog. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Is er überhaupt iemand die weet wat hij moet zeggen bij dit soort games? Ik bedoel, het gaat zo snel. Je hebt geen eens de mogelijkheid om na te denken. Ik heb sowieso nooit de mogelijkheid om na te denken, dus dat scheelt. Oh my gosh, ik ren gewoon. En ik spring. En ik was te laat. Ik ben eliminated. De pijn in mijn ziel is onverdraaglijk. Ik heb zojuist letterlijk een app geïnstalleerd die mij Oreo emojis geeft. De wereld is verpest. Ze zien er op zich wel dope uit. De eerste is dit. Het is een Oreo die doet. Dat doe je in de avond, weet je wel, wanneer je geluid hoort bij iemand. Dan hebben we hier een mediterende kat met 2 Oreo's. Oké. Een Oreo taart. Welke heb ik er nog meer tussen zitten? Oh, er zijn er zoveel. Een
selfie-makende Oreo. Als jij geen nachtmerries krijgt over de selfie-makende Oreo, dan weet ik het ook niet meer. En deze is wel grappig. Deze Oreo is aan het slapen. En je ziet zijn kleine creamvoetjes dus zo over elkaar. Oh my gosh, de Oreo King. Geruchten gaan dat hij iedere dag ontbijt met 20 Supreme Oreo's. Is dat kannibalisme? Een skateboardende Oreo. Deze Oreo is echt zo van, ik weet niet wie de koekjes heeft gegeten. Jij was het, grap. En als laatste, de allersterkste Oreo van allemaal, die lekker aan het flexen is. Waarom heb ik dit geïnstalleerd? En dit is een misselijke panda. Hij heeft te veel Oreo's gegeten. Laat in de comments weten, als jij nou een Oreo smaak zou mogen bedenken, welke smaak zou dat dan? Nutella. Oh, ik moest even uitpraten. Welke smaak zou dat dan zijn? Nutella. Ik ben benieuwd. Like voor meer gekke challenges. Ik vond deze tussen de bank. Zou ik hem nog kunnen eten? Oh. En ik zeg adios.